De kleine Johannes, hoofdstuk 7. Kil en grauw was de morgen. De zwarte glimmende takken, door de storm ontbladerd, weenden in de mist. Over het natte, neergeslagen gras liep de kleine Johannes haastig voort, voor zich uitstarend naar de kant waar het woud lichter werd, als had hij daar een doel. Zijn ogen waren rood van het wenen en strak van angst en jammer. Zo had hij de ganse nacht gelopen, alleen zoekend naar het licht. Met Windekind was het veilig thuisgevoel weg. In elke donkere plek zat het spook der verlatenheid en hij durfde niet omzien. Eindelijk kwam hij aan de bosrand. Hij zag over een weiland waarop een fijne, klamme regen langzaam neerstreek. Er stond een paard middenin, naast een kale wilgenboom. Het stond onbeweeglijk met gebogen kop en het water droppelde traag van zijn glimmende zijden uit de saamgeplakte manen. Johannes liep door langs het bos. Hij keek met matte, angstige blik naar het eenzame paard, de grauwe regennevel en kreunde zacht. Nu is alles uit, dacht hij. Nu zal de zon wel nooit meer terugkomen. Nu zal het altoos voor mij blijven zoals hier. Toch durfde hij in zijn wanhoop niet stilstaan. Dan zou het vreselijkste komen, dacht hij. Toen zag hij het grote hek van een buitenplaats en een huisje onder een lindeboom met helder gele bladeren. Hij ging het hek in en liep door de brede lanen waar de bruine en gele lindebladeren in een dikke laag de grond bedekten. Langs de grasperken bloeiden en groeiden paarse asters en andere kleurige herfstbloemen, verwilderd dooreen. Hij kwam aan een vijver. Daarbij stond een groot huis met lage ramen en glazen deuren. Rozenstruiken en klimop groeiden tegen de muren. Het was overal doods en gesloten. Half ontbladerde kastanjebomen stonden stil rondom en op de grond tussen het afgevallen lover zag Johannes de glimmend bruine kastanjes blinken. Toen week het kille, dode gevoel van hem. Hij dacht aan zijn eigen huis. Daar waren ook kastanjebomen en altijd ging hij in deze tijd de gladde kastanjes zoeken. Hij begon plotseling te verlangen, alsof hij een bekende stem had horen roepen. Hij zette zich op een bank bij het grote huis en schreide zich rustig. Een eigenaardige geur deed hem opkijken. Er stond een man bij hem, met een wit voorschoot om en een pijp in de mond. Om zijn middel had hij stroken lindebast, waarmede hij bloemen opbond. Johannes kende die reuk zo goed. Het deed hem aan zijn eigen tuin denken en aan de tuinman die mooie rupsen bracht en spreeuweneieren voor hem uithaalde. Hij schrok niet, al was het een mens die bij hem stond. Hij vertelde de man dat hij verlaten en verdwaald was en dankbaar volgde hij hem naar de kleine woning onder de geel bebladerde lindeboom. Daarbinnen zat de tuinmansvrouw en breide zwarte kousen. Over het turfvuurtje op de haardplaat hing een grote ketel water te koken.
Op de vloermat bij het vuur zat een kat met gevouwen voorpoten, juist zoals Simon gezeten had toen Johannes van huis ging. Johannes werd bij het vuur gezet om zijn voeten te drogen. Tik, 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 zei de grote hangklok. Johannes keek naar de stoom die suizend uit de ketel vloog en naar de kleine vlammetjes die vlug en grillig om de turven huppelden. Nu ben ik onder mensen, dacht hij. Dat was niet waar. Hij gevoelde zich kalm en rustig. Ze waren goed en vriendelijk en vroegen hem wat hij nu het liefste wilde. Het liefst wil ik hier blijven, antwoordde hij. Hier had hij rust en als hij naar huis ging, zouden er verdriet en tranen komen. Hij had moeten zwijgen en men zou hem zeggen dat hij kwaad had gedaan. En hij zou alles terug moeten zien en alles nog eens moeten denken. Wel verlangde hij naar zijn kamertje, naar zijn vader, naar Presto. Maar hij droeg liever het stille verlangen hier dan het pijnlijk moeilijke wederzien. En het was of hij hier aan Windekind kon blijven denken en thuis niet. Windekind was nu zeker weggegaan, ver weg naar het zonnige land waar de palmen over de blauwe zee heen buigen. Hij wilde hier boete doen en op hem wachten. Daarom smeekte hij de beide goede mensen of hij bij hen mocht blijven. Hij zou gehoorzaam zijn en voor hen werken. Hij zou helpen de tuin en de bloemen te verzorgen. Alleen deze winter maar. Want hij hoopte in stilte dat Windekind met de lente terug zou komen. De tuinman en zijn vrouw dachten dat Johannes was weggelopen omdat hij thuis hard behandeld werd. Ze hadden medelijden met hem en beloofden hem dat hij blijven mocht. Hij bleef en hielp de bloemen in de tuin verzorgen. Een slaapkamertje gaf men hem met een bedstee van blauwe planken. Daaruit zag hij 's ochtends de natte gele lindenbladeren langs het venster strijken en 's nachts de donkere stammen heen en weer wiegelen, waar achter de sterren schuilenvinkjes speelden. Nu gaf hij namen aan de sterren en hij noemde de helderste Windekind. Aan de bloemen die hij het meest van allen van huis, die hij het meest kende van huis, vertelde hij zijn geschiedenis. Aan de ernstige grote asters, aan de kleurige zinnia's, aan de witte chrysanten die zo lang bleven bloeien in het ruwe najaar. Toen alle andere bloemen dood waren, stonden de chrysanten nog. En zelfs toen op een morgen de eerste sneeuw gevallen was en Johannes vroeg naar haar kwam kijken, stak zij haar vrolijke gezichtje op en zeide: "Ja, we zijn er nog. Dat had je niet gedacht." Zij hielden zich goed. Doch 2 dagen later waren ze allen dood. Maar in de serre prijkten dan nog de palmen en boomvarens en hingen de vreemde bloemtrossen der orchideeën in de vochtige zoelte. Met verwondering staarde Johannes in haar prachtige kelken en dacht aan Windekind. Hoe kil en kleurloos scheen alles dan als hij buiten kwam. De natte sneeuw met de zwarte voetstappen en de ratelende, druipende boomgeraamten. Alleen als de sneeuwvlokken uren en uren
achtereen zwijgend waren neergezegen, zodat de twijgen bogen onder het aangroeiend dons, liep Johannes graag in de violette schemering van het sneeuwbeschaduwd bos. Dat was stilte, maar geen dood. En het was bijna schoner dan zomergroen, als het blinkend wit der gekruiste takjes tegen de helder blauwe hemel afstak, of als een te zwaar beladen struik het sneeuwloof van zich af liet glijden, zodat het tot een schitterend wolkje verstuivend daalde. Eens op zulk een wandeling, toen hij zo ver gekomen was dat hij niets om zich zag dan sneeuw en sneeuwdragende takken, half wit, half zwart, en alle geluid en leven verdoofd, schenen in het glinsterend donzen hulsel, gebeurde het. Hij zag een klein wit diertje snel voor zich uitlopen. Hij volgde het. Het geleek op geen diertje dat hij kende, doch toen hij het wilde grijpen, verdween het schielijk in een boomstrom. Johannes tuurde in de ronde zwarte opening waarin het verdwenen was en dacht, zou dat wistik zijn? Hij dacht niet veel aan hem. Het scheen hem slecht. Hij wilde zijn boete niet verzwakken en het leven bij de twee goede mensen deed hem weinig vragen. Wel moest hij 's avonds voorlezen uit een dik boek, waarin veel over God gesproken werd, doch hij kende dat boek en las gedachteloos. De nacht echter na die wandeling in de sneeuw lag hij wakker in zijn bedstee en keek naar het koude schijnsel der maan op de vloer. Daar zag hij opeens twee handjes die boven de beddenplank uitkwamen en zich stevig om de rand haakten. Toen verscheen de punt van een wit pelsmutsje tussen de twee handjes en eindelijk zag hij een paar ernstige oogjes onder hooggetrokken wenkbrauwen. Goedenavond, Johannes, zei Wistik. Ik kwam u even herinneren aan onze afspraak. Gij kunt het boekje nog niet gevonden hebben, want het is nog geen lente. Maar denk je er wel om? Wat is dat voor een dik boek waarin ik u heb zien lezen? Dat kan het echte niet zijn. Denk dat niet. Dat denk ik niet, wist ik, zei Johannes. Hij keerde zich om en wilde slapen. Doch het sleuteltje wilde hem niet uit het hoofd en als hij voortaan in het dikke boek las, dacht hij erbij en zag hij dan duidelijk dat dat niet het echte was.